Welkom terug en leuk dat je weer kijkt bij gewoon alweer een nieuwe bierreview hier op het kanaal van Bier met Menno. Van mij dus, uiteraard. Als het goed is wordt dit of de tweede of de derde bierreview in het nieuwe jaar 2023. Als je de vorige nog niet hebt gezien, nogmaals, fijn nieuwjaar, hè? 2023. We gaan er gewoon weer een leuk jaar van maken, toch? Dit bier komt van een buitenlandse brouwerij, Zweden. Ik moest even nadenken, ik heb het net even gecheckt, Zweden. Het is een collab van Omnipollo en, als ik het goed uitspreek, Dukes. En het bier heet als volgt: Anacquam, een hazelnut koffie cheesecake stout. En check het flesje. Gaaf, uniek flesje. Voor mij heb ik dit soort flesjes nog nooit gedronken op dit reviewkanaal. Ik vind het wel geinig. En uiteraard gaan we hem reviewen. Hij komt met een alcoholpercentage van maar liefst, jawel, 12%. 12% aan alcohol. 33 centiliter. En ik dacht, we gaan gewoon meer, dit is geen barrel aged, dat snap ik, maar meer dit soort bieren reviewen en barrel aged bieren. Want ik zag dat ik afgelopen jaar ook wel barrel aged en dit soort bieren, net zoals de hazelnut coffee stout en dat soort dingen. Maar we gaan donkere bier ook meer aandacht geven op dit kanaal, toch? Want mensen willen dat en dan doe ik dat gewoon. We gaan dit glas gebruiken. Ik vind het een lekker glas. Moesleutelglas heb ik een tijdje niet gebruikt. Dus ik ben benieuwd. We gaan hem gewoon openen. Ik heb hem denk ik, wat zou het zijn, een kwartiertje uit de koelkast gehaald. Dop is gewoon zwart. En we gaan hem openen. Of course. Als dat lukt, tuurlijk lukt dat. Tuurlijk gaat dat lukken. Doppie is eraf. En we gaan hem in het glas schenken. Here we go. Nou, niet tegen het zwarte schenkt hij uit. Heel, ja, wel, ja, donker, donker, echt donker, donkerbruin. Laat ik het zo zeggen, donker, donkerbruin. Hij zit al bijna in het glas, maar we gaan nog gewoon even kijken. En check. Zwart, zwarter als mijn t-shirt. Nou ja, of t-shirt, trui, hè. Dat is hij zeker. Schuimkraag is donker mokka-achtig bruinig. En als ik hem een beetje... hij is wel ook wel dik, hoor. Kijk dan, joh. We gaan gewoon even kijken wat hij doet in de geur, toch? Oh, dit is ruikt al uitnodigend. Het eerste wat ik ruik is pure chocolade. Blauwe besjes, ook wel. Tikkeltje vanille, ruik ook wel in het bier. Maar hij plakt ook wel in het glas, hoor. We gaan gewoon even kijken wat hij doet in de smaak. Ik zeg, proost. Oh, dit is lekker, hè? Chocola. Pure chocola. Blauwe bes komt ook wel lekker in de smaak terug. Horen jullie dat? Vuurwerk. Dit is gewoon vuurwerk in glas, joh. Ja. Waar was ik? Chocola, pure chocola. Vanille, een tikkeltje vanille. Proef ik ook wel in het bier. Aangenaam mooi zoetje. Het is eigenlijk het beste dat je het kan beschrijven is echt zo'n blueberry cheesecake vloeibaar. Hij is gewoon vloeibaar. Ik vind het lekker. Ja, koffie en vanille is op de achtergrond. En de 12% proef je wel, hoor, want hier ga ik zeker rustig aan mee doen. Hij zit nog tot om en bij hier vol, zoals jullie kunnen zien.
En ik ga hier gewoon rustig aan mee doen, de hele avond. Hij is een tikkeltje verwarmd in de kul. Nogmaals, vuurwerk. Ik weet niet of jullie het horen, maar nogmaals. Ik vind dit echt lekker. Ja. Kan ik er nog meer over zeggen? Ik heb alles al gezegd, denk ik. Pure chocola, blauwe bessen, koffie en vanille op de achtergrond. Aangenaam zoetje. Ja, ik vind het lekker. Dit is echt top. Omnipollo en Duggis. Als ik het goed uitspreek. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, hè. Cijfer voor bier. Vandaag hier bij Bier met Menno. Dit krijg je over mij een 9. Een 9? Echt? Ja, een 9 hier bij Bier met Menno. Laat me even zeker weten hier beneden in de comments of jullie dit bier van Omnipollo en Duggis hebben gedronken. Ben ik benieuwd naar, hè. Elke keer weer. En laat me even weten of ik wat jullie nog meer willen zien op dit bierkanaal van Bier met Menno. Welke bieren, uiteraard. Misschien ook wel een beetje de classics weer, hè? Maar uiteraard wat ik net zei. In 2023 komen meer dit soort donkere bieren en de Barrel Age bieren op dit kanaal. Dat heb ik nu beloofd en dat staat nu vast, hè, voor jullie. Ik zeg Facebook, Instagram en een tab staat hier beneden in de beschrijvingsbox. Ben je nog geen abonnee? Dan is dit het moment, hè. Dan is dit gewoon het moment. Ik zeg, druk even op die abonneerknop hier en vink meteen even de belletje aan. Want dan krijg je elke keer week sowieso 1 of 2 bierreviews in je melding dat ik een nieuwe bierreview heb opgeluid. Ik zeg, ik ga even rustig nipjes van nemen. Ik zie jullie volgende keer weer bij een nieuwe bierreview hier bij Bier met Menno. Maar dat gaat vast goed komen. Ik zeg, proost en tot de volgende keer maar weer.